sinds je Somerville realiseert dat je geschiedenis hebt geschreven? Nee, ik realiseer me het nog niet. Ik heb het net te horen gekregen dat ik de jongste doelpuntenmaker ben van ADO in de Eredivisie. Ja, zeker mooi en ja, nog mooier de eerste overwinning na 5 verloren wedstrijden is nog mooier zelfs. Jullie kwamen als een komeet uit de startblokken. Ja, zeker. We hadden één doel. Dat is gewoon 3 punten pakken, de eerste 3 punten. De trainer gaf ons ook mee. Ja, geen ene voetballer kan zeggen hoe hij de wedstrijd ingaat. Maar het enige wat hij ons zei is, we moeten met z'n allen strijden als team. En gewoon voor elkaar door het vuur gaan. En ja, dat deden we de eerste 20 minuten en dat pakte goed uit. Met de openingsgoal van jou al binnen 2 minuten. Lex Immers probeert het met een halve omhaal en dan gooi jij heel veel venijn in die rebound. Ja, klopt. Ik zag dat die bal terug zou komen. Ik dacht van, ik moet hierbij zijn. En ja, ik stond op de goede plek en ja, was ook cool. Waren jullie extra gemotiveerd? Zo leek het wel. Ja, zeker. Het is sowieso niet leuk om elke keer naar huis te gaan zonder punten. En ja, ik heb zoiets van, thuis moeten we sowieso 3 punten pakken. Alleen, ja, dit keer was het uit. We hebben, even kijken, Fortuna ook uit. En dan pas weer thuis. Maar ik heb zoiets van, uit moet je het ook laten zien. Ook heb je wat minder fans bij je. Maar ja, ik denk dat we hier naartoe zijn gekomen. Ook in de week, de trainingweek, waren we echt beladen. Echt naar deze wedstrijd toegeleefd. Ik denk dat we gewoon goed zijn begonnen. Wat betekent die eerste goal voor jou? Is dat een bevrijding? Ja, ik ben wel een speler. Als ik een score of een assist geef, dan ben ik wel los, denk ik. Je ging wel voortijdig naar de kant. Had je ergens last van? Ja, ik had een beetje last van mijn lies. Ik denk dat het gewoon uit voorzorg was. En ja, we hebben gewoon frisse spelers op de bank. Dus hij bracht Erik Valkenburg en hij is heel goed ingevallen. Hoeven we ons geen zorgen te maken over je blessure? Nee, ik hoop het niet. En je enkel? Mijn enkel gaat al iets beter. 3 punten, kan dit voor jullie de ommekeer betekenen? Ja, we gaan de lijn gewoon doorzetten. En we hopen gewoon in de beker en dan in de competitie weer verder te gaan en deze lijn doorzetten.